De wereldwijde inzet van personeel en materieel van de Koninklijke Luchtmacht vraagt een enorme technische en logistieke ondersteuning. In het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda bevindt zich naast de staf een operatiecentrum dat 24 uur per dag contact heeft met luchtmachteenheden waar ook ter wereld. Het operatiecentrum wordt aangestuurd door het Defensieoperatiecentrum van het ministerie van Defensie in Den Haag. Het operatiecentrum heeft twee taken. Allereerst zijn we de 112-centrale voor de luchtmacht. Dat wil zeggen 24/7 zitten daar mensen hier die alle inkomende en uitgaande informatie ordenen, verspreiden, brengen naar de mensen die daar behoefte aan hebben. De tweede hoofdtaak, en dat is misschien het belangrijkste, is de ondersteuning van operaties, uitzendingen. Dus waar we luchtmachters hebben in vredesoperaties rond de wereld, dan is onze taak om te coördineren dat de mensen en de machines of de onderdelen van die machines op tijd in de juiste kwantiteit en kwaliteit aanwezig zijn. Dus F-16's, transport- of gevechtshelikopters of geleide wapens, luchttransportvliegtuigen. Maar daarbinnen reserveonderdelen, brandstof, alles wat je nodig hebt om die machines te laten opereren of te vliegen. En daarnaast de mensen. We moeten de mensen vinden binnen de luchtmacht om op uitzending te sturen. Dat rouleert een aantal keren per jaar, dus dat is best een klus om overal in de luchtmacht de juiste mensen te vinden op het juiste moment, te zorgen dat die klaar zijn voor uitzending en dat die ook weer goed terugkomen van de uitzending. De luchtmacht wordt ook logistiek en technisch ondersteund door de Defensie Materieelorganisatie DMO. Onderdeel hiervan is het logistiek centrum Woensdrecht, ook wel LCW genoemd. Het LCW verzendt voorraden en technische middelen naar eenheden waar ook ter wereld, verzorgt groot onderhoud en moderniseringsprogramma's aan vliegtuigen en onderhoudt hoogwaardige elektronica zoals radar en communicatieapparatuur. Het reguliere onderhoud aan de vliegtuigtypen van de luchtmacht wordt uitgevoerd bij de onderhoudsquadrants van de verschillende vliegbases. Zo vindt het onderhoud van de meeste helikopters plaats op hun thuisbasis, vliegbasis Gilserijen. Helikopters worden voor onderhoud soms zelfs uit missiegebieden ingevlogen. In operatiegebieden wordt het materieel blootgesteld aan extreme omstandigheden. Extreme kou, hitte en in woestijnachtig gebied bovendien zand. Het landen in het zand brengt natuurlijk een hoop stof met zich mee. Nou ja, de procedure zorgt ervoor dat we niet al te veel binnen kunnen krijgen. Maar de motoren hebben er ontzettend om te lijden en het airframe zelf ook. Dat zand is zo fijn dat... Dat zorgt ervoor dat dingen gewoon sneller kapot gaan. Dat merk je gewoon heel goed. Vooral als de kisten terugkomen in Nederland, dan halen ze soms 200 kilo zand uit. Na terugkeer krijgen de helikopters daarom een grondige reinigingsbeurt en een zogenoemde post-desert inspectie. Een post-desert inspectie houdt in dat hij krijgt een groot onderhoud, zeg maar. Gaat gedeeltelijk uit elkaar, wordt dan helemaal nagekeken. Het hoognodige wordt vervangen en de planning is dat hij in 12 weken de lucht weer ingaat. Ook in de missiegebieden vindt onderhoud plaats, bevoorraad vanuit Nederland. Zoveel is duidelijk, zonder logistiek kan de luchtmacht haar werk niet doen.